moet dit nou? Staan we hier weer op de Hanze? Ik wil gewoon online zitten. Kan dat niet? Hey, hi, welkom fysiek hier op de Hanze. We stellen je vandaag de vraag, wat vind je fijner? Fysiek onderwijs, zoals in dit gebouw, of toch online? Lekker in je bed, lui, met een snack erbij. Ik ben benieuwd. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Vind je fysiek les fijner dan online les? Ik denk op sommige vlakken wel. Je hebt meer interactie en zo. Maar het is toch ook wel heel fijn dat je niet eerst een uur hoeft te reizen om naar school te komen. Online les is in bepaalde opzichten veel fijner. Ik heb het liefst natuurlijk fysiek les. Maar je mist wel het belangrijke onderdeel van het sociale contact. Hallo jongens. Ik zie hier laptops openstaan. Dus ik ben wel even benieuwd. Waarom zitten jullie hier fysiek te werken en niet online? We hebben straks een mondeling hebben wij straks. En we moeten er even voorbereiden. We moeten hier zijn. Wel. Maar dan moet ik er even bij gaan zitten. Moet ik jullie gaan overhoren, dat snap je. Ik weet niet wat hier moet gaan gebeuren. De EC's halen, hè? Ja, jullie moeten de EC's halen. Had je dit liever online gehad? Ja, veel liever. Ja. Een combinatie van? Hybride. Hybride. Liever op de hand. Want, waar komt dat door? Komt het beter binnen? Omdat ik dan beter oplet. Ja, dit klopt dus echt voor geen meter. Goedemiddag. Jij hebt nu natuurlijk fysiek lesgegeven. Tenminste, ja. Ik denk dat het erop zit. Fysiek heeft sowieso veel voordelen hoor. De interactie is beter. Je hebt ook buiten de stof om heb je wat meer gesprekken. Ik weet nu veel meer over jullie stages en jullie plannen. En sowieso weet ik heel veel dingen over jullie. Ook eigenlijk wel heel veel dingen die ik helemaal niet hoef te weten. Lekker met je medestudenten. Lekker praten. Af en toe nog even naar school lunchen of zo. Ja, en als het fysiek is, dan kun je natuurlijk ook nog een kopje koffie naar iemands hoofd slingeren als het fout gaat. Ook nog, maar je kunt ook even gewoon een ander gesprek hebben. En dan ga je niet van de ene online naar de andere online meeting. En als je thuis bent, ja, dan ga je heel vaak iets anders doen of zo. Je komt meer mensen tegen, je maakt meer verbindingen, je hebt meer lol in je werk. Maar af en toe, iedere vrijdag werk ik thuis, omdat ik dan even rustig wat dingen kan uitwerken. En dat is een hele mooie combi. Je hebt net ook weer les gehad, heb je nog roddels gehoord die je wilt delen? Of? Nee, die zijn geheim. Die blijven dus hier. Die blijven dus gelukkig. Dan laten wij jullie weer lekker met rust. Oké, we hebben een inzicht gekregen. Moet ik wel bij zeggen, de mensen die online fijner vinden, die zitten waarschijnlijk ook online en die zijn hier dus niet. Dus met deze onderzoeksresultaten, doe ermee wat je wil. Eén ding moet je ook doen, abonneren op het account van Hanze Mag. Groetjes!